Vera, hier. Eerste wedstrijd van de halve finale van de play-offs hier gespeeld in Laren. Jullie winnen met 2-0. Ja, je kan niet anders dan heel tevreden zijn, denk ik, hè? Ja, ik denk dat dit een hele prettige start is. Het is fijn om de eerste wedstrijd te winnen. Dat zijn play-offs, want je hebt nog steeds niks. Maar het is wel een lekker begin. Nu kunnen we de week weer goed van start gaan. Ja, dat is een prima start. Eerste helft ging toch redelijk gelijk op, hè? Wel een paar kansen over en weer. Dan valt hij niet. Begin tweede helft valt hij wel, die 1-0 van jou. Heel snel, omschrijf die goal eens. Oh, poeh. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde. Ik weet wel dat we volgens mij een vrije slag rond de 23 kregen. En dat Pien hem er uiteindelijk inflatste. En dat ik hem binnen kon tippen. Ja, altijd lekker voor een spits om een goaltje te maken. Zeker. En dat, hè, het moment vlak na rust. Had je het idee van daarna dat jullie echt de wedstrijd in handen kregen? Nou ja, Laren is gewoon wel echt een goede ploeg. En zijn gewoon echt heel handig. En kunnen van niets iets creëren soms. Dus dat blijft altijd spannend, zeg maar. Ik vond het wel heerlijk toen Pauwme die 2-0 maakte. Want dan heb je net iets meer ruimte. Maar ja, dus je ziet die laatste paar minuten. Die zijn gewoon onwijs spannend. Omdat zij ook zo nog maar een goaltje kunnen maken. Ja, had je echt dat gevoel? Ik bedoel, 10 minuten voor tijd komt dan die 2-0. Denk je dan niet van, nou, hè, deze moeten we gewoon uitspelen? Ja, ik vind wel, we moeten hem dan uitspelen. Het is heerlijk op het moment dat zij die 2-0 maakt, 10 minuten voor tijd. Krijgen we wel een groene kaart. En ik had wel zoiets van, we moeten en we gaan hem uitspelen. Maar ja, het blijft wel gewoon spannend. Ze hebben wel gewoon handige mensen daarvoor inlopen. Ja, komende zaterdag, dan spelen jullie thuis. Dat is een moment waar je het al kan afmaken. Ga je met veel vertrouwen naar die wedstrijd toe? Ik denk dat je play-offs altijd met vertrouwen moet spelen. En dat gaan we dus ook doen als team. En met z'n allen knallen en gewoon veel energie op de mat leggen. En dan zien we wel waar het schip schandt. Hartstikke bedankt. Veel succes. Dankjewel.